Ik heb heel veel sympathie voor het gedachtegoed van Domelen. Dat is dus vrij socialisme. Ik ben ook wel in Pinksterlandaar geweest. Ik ben eigenlijk wel actief in acties. Waaronder bij Bad en Brood. Dus toen ik jaren dat het museum zou stoppen, op mij ophoren. Dat vond ik gek verworden. En daarom had ik eigenlijk zo'n beer om een fietstocht te bekennen, zeg maar. En wat is het doel van deze fietstocht? Allereerst het behoud van het museum of een terugstart. In ieder geval aandacht er steeds op blijven lezen, want het zal vast en zeker twaaien wel weer te sprake komen. En het doel van de fietstocht is voor de rest om Domela levende te houden. En nou is de gemeente hier eens al om Liek, hè? Dat is al bekend worden. Ja. En dan toch deze fietstocht nog. Waarom doe je hem dat nou toch nog? Wat ik al zei, het moet actueel blijven. Wat brengt jou, Joert, bij deze manifestatie? Nou, ik ga altijd een ontiegelijke bewonderaar van Domela. Waarom? Nou, vanwege zijn ideeën. En wat verwacht je, Joert, van de fietstocht en de manifestatie? Nou, ik denk net dat er een protest moet komen. Waarom net? Nou, dat is meestal kerst haast nergens meer warm voor krijgen.